Ieder lid van ons, ieder lid van de bekerorganisatie, die krijgt van ons een cadeautje. En die krijgt een gouden envelop. En in die gouden envelop, daar zit dus een laagdrempelig calculatieprogramma. Waarmee je op een simpele manier je prijzen kan calculeren. En ook om te kijken op een gegeven moment wat ze dan exact ook verdienen aan zo'n product op een gegeven moment. Want dat gebeurt eigenlijk in onze beleving te weinig. He, waar we, dat bakkers met cijfers bezig zijn, maar dat is steeds belangrijker aan het worden. Omdat de prijzen op de wereldmarkt enorm fluctueren op het ogenblik. De oorsprong van Beko ligt eigenlijk in het gezamenlijk inkopen van grondstoffen. Dat is de basis geweest om Beko dus op te richten. Maar daarna zijn er een aantal producten bijgekomen. We doen in verpakkingen, we doen in bakkerijen, techniek in machines, we doen in een stuk advisering. Beko Advies die doet op een gegeven moment het nodige aan reclame en profilering van de bakkerij binnen je eigen marktgebied. En op die manier proberen we dus onder andere met ook een dochter van ons, Stolp, die koopt internationaal in op het gebied van noten en rozijnen en vruchten, proberen we die bakker totaal te ondersteunen en alles te kunnen bieden wat hij nodig heeft voor de gezonde bedrijfsvoering. Nu organiseert u deze najaarsdagen. Waarom doet u dat eigenlijk? Nou, dit is een mooi moment denk ik om je leden met elkaar dus in contact te brengen. Wij als bestuur vinden het ook belangrijk om onze leden ook eens per jaar eens een keer te kunnen ontmoeten. Daarentegen hebben we heel veel leveranciers vanuit de organisatie die dus hier graag willen staan, ook hun producten willen tonen aan de bakkerij. Dus het is denk ik een heel goed ontmoetingsmoment, maar ook een heel interessant moment om ook te kijken wat de markt op Tomic te bieden heeft en welke ontwikkelingen er op Tomic gaande zijn in onze branche.